een seconde, boes. Ja, een seconde. Kom hier, kom hier, kom hier. Kijk, mens, als er geen telefoon was, broer, kom eens, kom hier. Van waar kom je? Den Bosch. Den Bosch, met de zachte gei, weet je wel. Den Bosch. Hoe doe jij dat? Hoe is dat met de zachte gei? Drulen, waar is dat? Kijk, daar ga je al. Niemand weet wat Drulen is. Waar is Drulen? Tarik. Tarik, hé? Kijk, Achi. Jullie zijn Marokkaans? Nee. Turk, man. Ik luister ook naar Turken. Turken. Wat zou je doen als de telefoon werd opgeschoten? Moeilijke vraag. Ik ben gewoon bang voor jou, man. Die was belaster. Wat je doet if you not have if telefoon not not of telefoon not be in the world. Built in the world. Telephone not in the world. Yes. What you do? I don't understand what your question. If you not have a telephone. Yes. What you do if you not have a cell phone? If I have a telephone. No, if you not. If I not. Yes, not. I don't understand this or your question really. Als de telefoon werd afgeschaft. Ja. Wat zou je doen als je... Rooksignalen dan maar, hè? Hoe? Rooksignalen, toch? Ja, dan maar. Jij zou, ja? Ja, maar ik zou het niet weten. Dat zou super kut zijn, toch? Dan word ik vrij chagrijnig. Ja, waarom word je chagrijnig? Ik kan er toch niks aan doen dat er geen telefoon meer is op dat moment? Ja, maar dan kan ik niet mijn bank checken en ook niet mijn saldo voor de OV. Oh, it's very bad, you know? Wat is het? Things are not going to be cool. Wat is het? You said, what is it when there's no telephone in the world? Ja. It's very different, you know. Ja? Bro, ik zou gewoon met huistelefoon mensen bereiken, kijk. Nee, huistelefoon, telefoon is telefoon. Er is ook geen huistelefoon, er is ook geen autotelefoon. Telefoon bestaat niet gewoon. Het bestaat niet. Wat zou je doen? Ik zou gewoon naar diegene toe lopen. Ja? Dan zou ik hem gewoon die theorie vertellen. Klachtendienen, man, bro. Klachtendienen, man. Waar? Bro, de gemeente of zo, man. Bro, kan niet, man. Afgeschaft? Hoe bedoel je afgeschaft? Afgeschaft. Nadat die bestaan gaat. Fuck, dit hele kleine mag wel, die kleintjes. Nee, er is geen telefoon. Wat zou je doen? Broer, gewoon terug naar vroeger, hè, broer. Gewoon ophalen die shit, gewoon. Hoe? Wat ophalen? Gewoon ophalen, iedereen ophalen. Niemand app, bijna niks, gewoon, broer. Alles live, alles echt. Alleen hier in Nederland? Ja, broer, overal, broer. Er bestaat geen telefoon, broer. Ja, dat is wel een goede vraag, man, broer. Wat zou je doen, Adel? Ik zou gewoon een telefoon uitvinden, broer. Ik zou gewoon zelf eentje uitvinden, broer. Wat moet je doen? Door de overheid? Nee, of zo? Door mij. Nu ben ik de baas van heel de wereld. Gekkie. Ik ben de baas. Als het wordt afgeschaft, ja. Nee, dan kan ik echt niet leven. Nee? Nee. Dus jij kan niet zonder telefoon leven? Nee. Telefoon? Dat zou ik gaan e-mailen. Ja, kan je e-mailen, papa? Ja, toch? Dat is beter, toch? E-mailen? Ja, kan je e-mailen. Als het telefoon wordt afgeschaft? Ja. Nou, wat is weer brieven sturen, denk ik. Ik kan ook geen brieven sturen. Ook niet. Ja. Stel je voor, je hebt mij nodig. Wat zou je doen? Twitter of niet? Toch? Dan zou ik heel veel op mijn laptop en zo gaan en heel veel tv kijken. Ja. Broer, dat betekent dat ik moet fietsen naar mijn matties en zo, broer. Dat betekent, ik kan gewoon niks meer doen. Ja, broer. Ik zou rust hebben, man. Ja? Ja, man. Hoe zou je naar werk gaan? Naar de NS? Daarom toch konden ze me ook niet meer bereiken. Andere manieren zoeken om contact te vinden. Hoe zou je hem bereiken? Niet. Kom gezellig bij jou. Niet. Nee? Hoe gingen mensen elkaar vroeger bereiken? Postduif, toch? Hoe? Postduif. Hoe? Heen en weer. Heen en weer met die vogels, zo. Ik weet niet, toch die gebarentaal, toch? Die... Oh, zoiets. Hoe gingen ze elkaar? Hoe? Ik weet niet, denk... En dan gaan ze toch met die geluid, toch? Doen, zoiets. Paarden of zo, dan gaan ze naar elkaar gewoon twee uurtjes onderweg of zo. Twee dagen, ja. Kameel. Met de kameel. We leven in Nederland, hè? Huh? Kameel in Nederland. Ja, kan ook. Ja, dat klopt. We staan hier bij onze kamelen. Dus jij denkt dat er een kameel in Nederland is? Nee, vogel. Vroeger wel. Ja? Of vogel, vuren, toch? Zeg maar. Dan gaan ze. Ja, dan gaan ze vuur opsteken op straat. Dat is gewoon een signaal dat er iets aan de hand is. Net zoals wat Batman doet als hij gaat vertellen. Ja, kijk, via... Via wat? Vogels. Ja? Vogels. Hoe deed die vogels vroeger? Bro, ze schrijven op bladje, schrijven ze tekst. Ja? Ze doen aan die duif. Ja? Bismillah. Flessenpost of zo. Wat een flessenpost? Flessenpost, je weet toch, je hebt gewoon zo'n flesje met briefje erin door water en zo, door de zee. Hoe zou je met die vogel contact maken? Krakaka. Wat ga je tegen die dan doen? Habi, ik wil mij opbreken in de Ankara. Wallah, ik ga zeggen, ga je dua doen voor die duif? Ja. Gaat luisteren naar mij? Ja. Ga zeggen, nuffel, mijn oom. Los, gaat? Duif, zeg ja, broer. Nuffel. Hij zegt tegen duif, nuffel.
Oké, okay, we zijn nu in de Romeinse tijd, ja? Ja, ja toch. Hoe zou je mij bereiken? Was de kip carry in de Romeinse tijd? Kip carry. Kan gewoon. Je moet gewoon kip doodmaken, toch? Hebben jullie een leuke vraag voor mij? Nee? English. Oh, have you got a question for me? Als je een leuke vraag voor me hebt, zet hieronder de vraag. Als je denkt dat je fout met me kwam. Ben je nu dichterbij?